Nadat de arts is weggegaan, hebben we hem gevraagd wat de laatste dingen zijn die hij nog met ons wil delen. En we hebben hem ook gevraagd als hij zijn ex-vrouw nog wilde zien en spreken. Hij zei van nee. En ik begreep dat later dat hij kort geleden gescheiden was en hij had moeite met het proces, moeite met het loslaten. Zijn vader kwam en natuurlijk heel gebroken, heel verdrietig. Want hij zou pas vandaag het eerste gesprek met hem voeren. Want hij is vrijdag gekomen naar Suriname, was laat voor bezoek. Heeft hem gezegd, ik zie je zaterdag. Zaterdag hoort hij dat zijn zoon het niet zou halen. We hadden hem verteld dat zijn moeder onderweg was en ze zou een dag erna komen. Het was zaterdag, ze zou zondag aankomen. We hebben hem toen ook gevraagd van, probeer vol te houden als je kan. Ze wil je zien, ze wil je groeten. Ze had hem inmiddels ook al gevideocalled en gezegd dat ze onderweg was. En hij zei ook aan ons, you guys want me to fight, right? So I'll fight. Het was 20 november 2019, om 11:30 in de avond, toen ik naar mijn telefoon keek, zag ik een missed call van een vriendin van me, Anoushka. Ik belde haar meteen terug en ze zei me dat een van mijn vrienden, Roep, op de EHBO is, want hij heeft Gramoxone ingenomen. Ik vroeg wat er aan de hand was en wat er zich afspeelde en ze zei me waarschijnlijk dat het door zijn relatie komt, want hij heeft ruzie gemaakt thuis. En hij heeft Gramaxon ingenomen. Zij moest vertrekken, dus hij was op dat moment alleen daar. En ze vroeg me om naar daar te gaan, als ik naar daar kon gaan. En ik zei, is geen probleem. Anoushka leerde ik kennen dankzij Roep, omdat zij zich ook bezighoudt met sociale dingen. Ik doe dat ook. En hij zei altijd aan haar van, you need to talk to this guy, because he also inspires just like you. En zo kwamen we in contact. Als ik haar niet had leren kennen, zou ze mij niet kunnen bellen. En waarschijnlijk zou ze niemand anders kunnen bellen en zou Roep alleen op de EHBO moeten zijn. Het eerste wat ik deed is, een van mijn beste vrienden meldde dat Roep op de EHBO is. Onderweg naar daar komen de eerste gedachten. Wat als? Wat als je meer had gedaan? Wat als je meer inspiratie had gegeven? Wat als je meer je best had gedaan voor anderen? En natuurlijk, de tijd kan je niet terugdraaien. En dat soort gedachten ga je meteen hebben. En daarmee wil ik even teruggaan naar hoe ik hem leerde kennen en wie hij was als persoon. Ik leerde hem ongeveer 10 jaar geleden kennen, toen hij in het voormalig bedrijf waar ik werkte, in dienst trad. Mijn directeur was iemand die mensen kansen gaf. Het maakt niet uit van waar je komt. En Roep kwam uit Guyana. Hij had niemand hier. Hij was getrouwd met een Surinaamse, dus hij kwam hier wonen met haar. En mijn directeur nam hem in dienst als grafisch ontwerper. Toen Roep bij ons begon te werken in het bedrijf, was het een transitie van cultuur. De mentaliteit zoals hij in Guyana gewend was, naar dat van Suriname. In Guyana werkte hij op verschillende afdelingen tegelijk. Het afhandelen, het verkopen, het designen. En bij ons moest hij alleen grafisch ontwerpen maken. Dus daarvoor was hij verantwoordelijk. En dat was een uitdaging voor hem. Ook het communiceren met mensen. Hij werd heel snel boos. En dat alles heb ik mogen meemaken. Al de downs en al de ups. Het was ook zo dat hij elke dag met mij naar het werk reed. Voor een paar maanden, omdat we in dezelfde buurt woonden. En hij sprak de hele dag tot me. En ik luisterde meestal. En ik zelf sprak heel weinig, mits hij me advies vroeg of mits er iets gebeurde op het werk en ik hem tot rust kon brengen om uit te leggen waarom het zo aan toe gaat in het bedrijf. Hij werd, zoals ik zei, hij werd heel snel boos, maar naar mij toe heeft hij altijd respect gehad. Hij is nooit boos geworden op mij. Ik zelf vraag me af waarom ik en waarom hij boos werd op iedereen, om de meest stomme dingen, maar op mij niet. En ik zelf was niet de meest rustige op het werk, Om een simpel voorbeeld aan te geven, hij hield ervan om cola te drinken en een bal te eten. Als hij zo'n cola kocht, schudde ik zo'n cola altijd en ik zette het terug op zijn tafel. Dus zo lastig kon ik zijn. En hij heeft nooit een punt ervan gemaakt. Hij heeft nooit een probleem van gemaakt. Hij had altijd respect voor me. Ik werkte 5 jaar samen met hem. En ik vertrok vanuit het bedrijf. En hij bleef nog daar werken. Kort daarna vertrok hij zelf. En hij startte met zijn eigen business. Het designen, het printen, het bedrukken, het maken van billboards. En ik vond het tof wat hij allemaal had opgezet als vreemde in Suriname. En zijn netwerk die hij had opgebouwd als persoon. Hij had heel veel vrienden. Hij had vrienden die printen, die alles deden. En ik vroeg me af van, sommige Surinamers kunnen niet eens een... in Suriname wonende, niet eens een bedrijfje opzetten. Hij is een vreemde die komt in Suriname. Maar hij heeft zoveel kunnen opzetten. Hij had geen auto toen hij nog in het bedrijf werkte. Toen hij op zichzelf werkte, heeft hij zijn auto gekocht. Hij heeft zijn eigen printmachines gekocht. Hij deed service tot aan huis. En ook voor mij heeft hij heel veel gedaan. Op mijn wedstrijden kwam hij. En hij maakte altijd foto's. Al mijn shirts die ik nodig had, bedrukte hij. De billboards die ik nodig had, maakte hij. Ook linkte ik ook met hem, met de mensen in mijn omgeving. Heb je een billboard nodig, kan je hem contacten. Hij komt het vanaf het begin tot het eind doet hij, plus hij plaatst het voor je. Dus zo ken ik hem. En op dat moment had hij niemand om zich heen. Hij heeft iedereen gelaten. In Guyana, zijn familie. Zijn moeder, vader, broertjes, zusje. En... is zich hier komen vestigen om het beste uit zichzelf hier te halen. En nu was hij alleen. Ik reed naar daar en ik dacht aan dit alles. En 2 dagen geleden, dus 18 november, is hij 34 jaar geworden. Om ongeveer 11:45 kwam ik aan op de EHBO. En ik mocht sowieso niet zomaar naar binnen. Dus ik piepte vanuit het glas om te kijken als ik hem binnen zag. En... ik zag iemand met een pet, dus ik herkende hem vanuit het glas. Ik liep naar de balie, naar de administratie en ik vroeg als ik naar binnen mocht, omdat een vriend van me daar zo is. Ze lieten me toe om naar binnen te gaan. En hij zat op een bank. Het bestond uit 4 delen, 4 stoelen. En hij zat op die 3e stoel. En hij sliep, zittend. Rechts van hem was er een vrouw, een bejaarde vrouw, die in een rolstoel zat. En voor hem waren er 2 guards. Ik ben op die 1e stoel gaan zitten en ik zat gewoon rustig. Ik heb hem niet wakker gemaakt, ik heb hem niet gezegd. Ik zat gewoon en ik wachtte gewoon. Op een gegeven moment zag ik, keek naar hem en hij keek naar mij. Hij was wakker. En hij zei aan me, I did something stupid. En ik zei aan hem, no problem. Let's see what we can do about it. Op een gegeven moment zag ik dat hij wilde slapen. En ik vroeg hem als hij een andere stoel wilde. Want ze hebben van die comfortabele rolstoelen daar, zo waarop je ook kan liggen. En hij zei me van ja. En ik vroeg aan een van die guards, die heeft ervoor gezorgd dat we 1 hebben gehad. En hij lag daarop. Ik vroeg hem als hij het koud had. Hij zei ja. Ik had een jacket bij me, die gaf ik aan hem. Hij had een korte broek aan, slippers, zijn korte broek gevlekt met de kleur van Gramaxon, groen, zijn tenen gevlekt. En ik vroeg hem als ik een broek voor hem kan gaan halen uit de auto. En hij zei ja. Ik had wat kleding in de auto die ik zou doneren, dus ik ben dat gaan halen. Ik nam een shirt, ik nam een joggingpant en ik kwam terug. Toen ik terugkwam was hij weg. En een van die broeders zei me, we hebben hem even gebracht ter observatie hoor. Ik breng je zo meteen naar hem. Ik zei oké, prima. En die broeder bracht me naar daar en hij zei, we gaan hem houden ter observatie. Ik zei oké, prima. Ik hielp hem om die joggingpant aan te doen. Hij had zijn trui aan, zijn jacket aan. En ik nam dat shirt en ik maakte het nat zodat ik die pesticide vlekken op zijn lichaam, op zijn tenen kon vegen, zijn slipper kon wassen. En toevallig is het ook dit shirt. die ik zelf heb gehouden als herinnering. Thuis aangekomen maakte ik meteen een groep aan met vrienden en collega's met wie hij samen heeft gewerkt. Om alvast te kijken, wat gaan we doen? Wat kunnen we doen? En ik begon zelf verder te kijken. Hij heeft hulp nodig, dus we moeten nu een traject voor hem gaan uitzetten dat hij mentale, emotionele ondersteuning kan krijgen. En meteen stemden onze vrienden in. Ik heb ook voorgesteld, het was woensdag, ik heb gezegd, laten we ervoor zorgen dat we tenminste elke dag bezoeken. Niet dat iedereen op één dag gaat en de volgende dag gaat niemand. Hij heeft aandacht nodig en wij moeten ervoor zorgen dat hij het krijgt en dat hij onze aanwezigheid heeft. Ik stemde af met een van mijn beste vrienden dat hij die donderdag zou bezoeken en de andere groep zou vrijdag gaan en ik zou vrijdag weer gaan. Vrijdag hebben ze hem verplaatst naar de kamer, naar de zaal. En hij sliep toen ik ben gegaan. Twee andere vrienden waren ook daar zo. Ik nam zijn kleding mee, zijn vuile kleding mee, om naar huis te brengen om te wassen. En hij heeft niet heel veel gezegd. Zijn mond was opgezet, dus hij kon niet heel veel praten. Er was een buis in zijn neus, die was er vanaf EHBO. Die gaat vanuit zijn neus via zijn slokdarm naar zijn maag. En zo dienen ze hem een bepaalde vloeistof toe. Ik ben toen vertrokken vandaar. En onderweg naar huis kreeg ik een telefoontje van Anoushka die zei... Roep, zijn vader is uit Guyana gekomen en hij is bij het ziekenhuis. Maar ze hebben aangegeven dat hij is ontslagen. En ik zeg, nee, ik kom net vandaar. Dus hij is niet ontslagen. Waarschijnlijk is er een miscommunicatie. Ik heb gezegd, maak je niet druk, ik ga terug naar het ziekenhuis. En ik ga terug en ik zie zijn vader bij de gate staan. En ik loop samen met hem mee. Ik vraag de verpleegkundige dat zijn vader is gekomen. Als hij tenminste even kan gaan groeten. Want het was sowieso na bezoektijd. En ze hebben dat toegestaan. Zijn vader sprak tot hem. En zijn vader heeft gezegd, maak je niet druk, ik kom morgen rustig. En dan praten we wel. Op een gegeven moment riep hij me. En hij zei aan me, ik heb last van mijn ademhaling. Zijn saturatie was gedaald. En hij heeft ook last van astma. Dus ik ben aan een van de verpleegkundigen gaan zeggen dat hij last heeft van astma en heeft moeilijkheden met het ademen. Toen zei ze me van, hij heeft toch altijd wat. En later zijn ze wel naar hem geweest om te helpen. Toen nam hij mijn telefoon en hij typte wat erop. En hij liet me het lezen. Hij zei me van, there is something going on, but they are not telling me. And hij zei aan me, can you check if you can take me to another hospital? Ik zei niets. Ik zei oké, ik zal even kijken. En hij vroeg me ook om te blijven. Je moet nagaan. Je bent al na bezoektijd daar. Er zijn regels. Dus ik wil heel graag. Ik doe het ook heel graag. Maar op dat moment was ik machteloos. Ik kan niets doen. Dus ik zei, maak je niet druk. Ik ben er morgen weer. En ik vertrok. Zijn moeder, die zou zondag in Suriname aankomen. Om hem te zien. Oké, het was zaterdag. De derde dag na het incident. En ik was bezig om een boek te lezen. Toen kreeg ik het gevoel van... Hé, hij gaat het niet halen, uit het niets. Kort daarna ging ik naar mijn telefoon. Die was in de keuken. En het was ongeveer 2:55 en ik zag een miscall van Anoushka. Zij was de eerste contactpersoon van de arts. En ik belde haar. Ik zei, hey, ik zag een miscall van je. Ik kom straks bezoeken, zei ze, maar de arts heeft me meteen naar hier geroepen. Zou jij ook meteen naar hier willen komen? Want hij gaat achteruit. Ik ben toen meteen naar het ziekenhuis gegaan. De arts is gekomen en hij heeft ons als eerst toegesproken. Hij heeft gezegd, zijn nierfuncties gaan achteruit. Dus de kans bestaat dat hij heel snel komt te overlijden. Wanneer weet ik niet. Het kan binnen een dag, binnen een paar uren, binnen 2 dagen zijn. Maar hij gaat het niet redden. De arts heeft daarna een gesprek met hem gevoerd om hem uit te leggen hoe het proces eruit zal zien en wat het nieuws is. Ik liep op dat moment even naar buiten toen die arts het gesprek met hem zou voeren. En het leek alsof ik de grond niet meer voelde. Het leek alsof ik zweefde. Want alles kwam op één moment af en ik voelde al die emoties voor dat moment. Omdat het gewoon een shock is. Het is iemand die je zo lang kent. 34 jaar leeft, hij probeert zijn best te doen. En 3 dagen na het incident hoor je dat hij het niet gaat redden. Ik heb toen alle vrienden op de hoogte gesteld om ze te zeggen, om ze te melden. Jullie zijn in de gelegenheid om Roep nog te komen zien en om te komen groeten. Nadat de arts is weggegaan, hebben we hem gevraagd wat de laatste dingen zijn die hij nog met ons wil delen. En we hebben hem ook gevraagd als hij zijn ex-vrouw nog wilde zien en spreken. Hij zei van nee. En ik begreep dat later dat hij kort geleden gescheiden was en hij had moeite met het proces, moeite met het loslaten. We vroegen meteen aan hem, wat zijn boodschap was naar zijn familie en vrienden. We wilden dat sowieso hebben van hem, zodat we dat, mocht er wat gebeuren binnen de korte periode, dat we dat met ze konden delen. En hij schreef op papier, omdat hij bijna niet kon praten. Alles was opgezet. En hij schreef: To everyone who has been around me through my journey, thank you for being there for me. Thank you for your funny times. Thank you for your difficult times. And thank you for your encouraging times. To my parents and sibling, I am sorry that I was not strong enough. Dat was zijn boodschap. En we hebben samen met hem gebeden een aantal keer. En ik sprak hem daarna nog en ik zei hem: je gaat je ex-vrouw moeten loslaten. Je gaat moeten vergeven. Je gaat liever kiezen ervoor om er niet in schuld te laten verdrinken. En daarom raad ik je aan om er gewoon voor de laatste keer nog te groeten. En hij ging daarmee akkoord. De overige vrienden hebben haar gecontact en gezegd dat ze kan komen. Want ze wilden dat ook al. Maar totdat hij geen ja zou zeggen, konden wij niets doen. En wij moesten dan ervoor zorgen dat, voordat zijn vader naar het ziekenhuis kwam, dat zij al weg was. Want zijn vader was ook al onderweg. En dat is ook gebeurd. Zijn vader kwam en natuurlijk heel gebroken, heel verdrietig. Want hij zou pas vandaag het eerste gesprek met hem voeren. Want hij is vrijdag gekomen naar Suriname. Was laat voor bezoek. Heeft hem gezegd, ik zie je zaterdag. Zaterdag hoort hij dat zijn zoon het niet zou halen. Zijn vader vertelde me ook. Hij had alles in Guyana. We hadden alles daar zo. Hij zelf wist niet waarom hij naar hier was gekomen. Maar dit soort zaken zijn heel moeilijk om te begrijpen. Omdat mensen keuzes maken. En dat respecteren we. Ik bracht Roep. Ik begeleidde hem zeker 3 keer die dag naar het toilet. En hij sprak tot me toen hij in het toilet was. En hij zei aan me: I only did it to scare her, you know. Dus zijn vrouw, hij wilde zijn vrouw eigenlijk op dat moment bedreigen met... doordat hij zijn daad zou plegen. En dat is emotionele manipulatie. En hij had er heel veel spijt van. En toen ik hem de 3e keer bracht, zei hij ook naar me: kan je kijken als ik niet naar St. Vincentius of naar Diakonese huis kan gaan? Breng me ergens waar ze me kunnen redden. En ik voelde me weer machteloos. Ik kan niets doen. Omdat ik wist wat er zou gebeuren. Het enige wat ik aan hem kon zeggen is: we zullen kijken, ik zal het bespreken. Maar hij wist ook wat het resultaat zou zijn. Uiteindelijk ben ik buiten gaan zitten. En hij vroeg een paar keer naar me. En ik zei aan hem van: ik ben er, maar ik ben buiten. Omdat er heel veel vrienden en andere mensen waren komen groeten. En ik wilde niet de hele tijd bij het bed zijn, omdat ik ze de ruimte ook wil gunnen. goed af te ronden, goed te groeten. En op een gegeven moment vroeg hij weer naar me. En ik zei, maak je niet druk, ik ben hier, ik blijf hier. En hij zei aan me van, I just wanted to check if you are here. Ik zei aan hem, ik blijf hier en ik ga niet weg. Want dat was mijn doel ook. Ik zou niet vertrekken, ik zou wachten tot het laatste moment. Hij vroeg me ook om hem te baden. En voor mij was het heel belangrijk. Zijn vader was daar aanwezig. En ik wilde, voor mij leek het erop dat ik zijn vader tekort zou doen als ik het zou doen. Dus ik vroeg zijn vader als hij het niet samen met mij wilde doen. Dat was ook het laatste wat zijn vader voor hem zou kunnen doen. En dat hebben we ook gedaan. En 12 uur in de avond is hij voor de tweede keer gebaat. En zaten we allemaal buiten. Er waren heel veel vrienden gekomen. We zaten buiten op de grond, in de gang. En toen ik hem sprak, zei hij aan me van... Heel veel mensen hebben voor me gebeden. A lot of people prayed for me. I guess I was not that bad. En ik zei hem, dat je slecht was, dat is helemaal niet zo. Iedereen heeft zijn manier van leven. En hij zei ook aan me, it feels good to be saved once. I've been saving people a lot. Hij gaf aan dat hij altijd te hulp schoot voor andere mensen, maar niemand was daar voor hem toen hij mensen nodig had. Ondanks wat hij meemaakte, was hij ergens wel blij dat hij mensen om zich heen had. En dat ze daar waren voor hem. We hadden hem verteld dat zijn moeder onderweg was en ze zou een dag erna komen. Het was zaterdag, ze zou zondag aankomen. We hebben hem toen ook gevraagd van, probeer vol te houden als je kan. Ze wil je zien, ze wil je groeten. Ze had hem inmiddels ook al gevideocalled en gezegd dat ze onderweg was. En hij zei ook aan ons, you guys want me to fight, right? So I'll fight. Om 11:55 kwam een verpleegkundige en ze zei ons dat we moesten vertrekken omdat niemand had gemeld. De arts had niet gemeld dat hij doorloopbezoek had. En de arts had ons wel aangegeven, maar het verzuimd om te melden. Ik zei toen aan haar dat de arts in gebrek is gebleven en waarom zouden wij eronder moeten lijden. Ik wil hier zijn voor hem tot het laatste moment. Als hij op zijn laatste moment nog wat wil zeggen of wat wil uiten. En we zijn er niet en we komen terug de volgende ochtend en hij is er niet meer. Gaat het heel moeilijk en heel zwaar zijn voor ons. We willen er zijn op zijn laatste moment. En ik vroeg de verpleegkundige ook hoe zij het zou vinden als zij iemand daar had liggen. En door andere hun tekortkomingen moest zij vertrekken. En ze zei ook dat ze het begreep, maar ze kon niets doen. Dus we moesten allemaal vertrekken. Het doel was dat we daar zouden blijven. Maakt niet uit tot hoe laat. Maar we zouden daar blijven. Maar we zijn vertrokken. Ik ben ongeveer om 2 uur gaan slapen in de ochtend. En om 5:10 kreeg ik een telefoontje van Anoushka. Die zei van, we moeten met spoed naar het ziekenhuis. Toen wist ik al hoe ver het was. Ik reed naar daar. Anoushka was al daar, de arts was al daar. Hij was niet bij het bed, hij was in de gang en hij zei me van, hij heeft het niet gehaald. Ik zei oké. En ik liep naar het bed toe, ik stond bij zijn benen en ik keek naar hem, ik voelde zijn lichaam en het was nog warm. Dus hij is niet lang geleden heen gegaan. En ik keek naar hem en hij zag er heel vredig uit. En ik deed nog mijn laatste gebed. En ik voerde ook nog mijn laatste gesprek met hem. Ik zeg, hey, waar je ook gaat, ik wens je het beste. Ik weet niet wat het doel van dit alles is, maar ook ik zal niet begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren. Maar ik vertrouw dat het goede zal gebeuren uiteindelijk. Zijn vader sprak ook tot hem en zei, you have a smile on your face, son. En dat was ook het laatste gesprek die zijn vader voerde met hem, alhoewel hij was heen gegaan. En we waren daar met z'n achten, vrienden, familie. Naast hem, naast Roep, waren er ook nog 2 bedden met patiënten. En die huilden ook. En een van ze had zichzelf ook helemaal gedekt. kan ook door angst zijn, kan ook door verdriet zijn. En uiteindelijk hebben we hem opgetild en op dat karretje gezet waarmee hij vervoerd zou worden naar het mortuarium. Ik hield zijn benen vast, zijn vader hield bij zijn schouders en hoofd. En aan de weerszijde had je de andere familie en vrienden die hielpen. We hebben alles opgeruimd en we hebben hem gebracht naar het mortuarium. Die ochtend was een hele mooie ochtend. Toen ik naar buiten keek, want de zonopgang had iets speciaals. Het was paarsrozig, iets dat je niet dagelijks ziet. En vooral bij het ziekenhuis, bij AZ, zit je, ben je al op een bepaalde hoogte, dus je kan alles beter zien. En het drong tot me door dat het zo mooi is, maar velen dat niet kunnen zien. Dankzij dat ze geïsoleerd zijn in het ziekenhuis. Of dat ze zich zodanig voelen dat ze het mooie niet meer kunnen zien. En ook dat is een deel van het leven. Op 27 november, 7 dagen na het incident, werd hij gecremeerd. Zijn moeder was ook al aangekomen, zijn zusje, zijn broertje. In het mortuarium mochten we ook nog het laatste woord hebben. We mochten ook nog muziek afspelen. Muziek waarvan hij hield. Muziek waarvan wij dachten dat een bijdrage zou leveren. En we hebben dat ook gedaan. En Anoushka had een speciaal liedje van Maroon 5, Memories. Memories bring back you. En dat wil je of niet, je wordt emotioneel als je ernaar luistert. Omdat het je sowieso terugbrengt naar de mooie momenten die je hebt met mensen die je gekend hebt. 20 november is het incident gebeurd. 24 is hij heen gegaan. 27 is hij gecremeerd. Binnen 7 dagen is alles veranderd. Het lijkt alsof het heel snel is gegaan, maar niemand weet wat er zich allemaal afspeelde en hoe lang alles zich al afspeelde. En dat gaan wij ook nooit meer te weten komen. Achteraf kwam ik te weten dat hij dit deed omdat hij teleurgesteld was in zichzelf. De breuk in de relatie zorgde ervoor dat hij niet meer wist wie hij was. En dat gebeurt vaak met mensen. Wanneer ze liefdevolle mensen hebben, dan voelen ze zich liefdevol. En die liefdevolle mensen laten hun dan speciaal voelen. Wanneer die liefdevolle mensen vertrekken, weten ze niet hoe speciaal ze zijn. En dat wist hij niet. Hij was goed in wat hij deed, heel goed in wat hij deed. Maar één ding wat hij niet kon beheersen was hoe het leven precies werkt. Dat mensen komen, mensen gaan. We zijn alleen gekomen, we gaan alleen weg. En dat je alleen genoeg bent. En dat je alleen door het leven kan gaan. Mensen zullen nog komen, mensen zullen gaan. Pas wanneer je door een bepaalde situatie gaat, dan pas weet je hoe het is. Vaak genoeg hebben we de ideale oplossing. Maar in de praktijk werkt dat niet als je in een bepaalde situatie bent. Het is daarom heel moeilijk om een oplossing te geven vanuit een bepaalde invalshoek als je niet weet wat er zich heeft afgespeeld. Daarom is het leven zo mooi en tegelijkertijd zo complex. Dat wat werkt voor één, niet hoeft te werken voor het ander. En pas als je iemands schoenen hebt gelopen, dan pas kan je weten wat de persoon heeft meegemaakt. Niet iedereen is even sterk. En iedereen is uiteindelijk anders. En iedereen heeft uiteindelijk een ander pad. Suïcide is daarom een deel van het leven. Het was er altijd, het is er nog steeds. Wat wij kunnen doen is mensen bewust blijven maken. Ons bijdrage blijven leveren. En het belangrijkste van alles is dat we onszelf blijven ontwikkelen, sterker worden en dat als gift geven aan anderen. Want dat is het belangrijke. We willen vaak genoeg dat de wereld beter wordt, maar we wachten op de wereld. Als we willen dat de wereld beter wordt, moeten we eerst bij onszelf beginnen. Om onszelf te beteren, om onszelf te verbeteren. En het beste uit ons leven te maken. Wanneer we dat doen, zien we dat de wereld stap voor stap beter wordt. Want wanneer één persoon beslist om beter te worden, is de wereld op dat moment beter geworden. Het is heel makkelijk om de schuld op iemand anders te schuiven. Het is haar schuld geweest. Om haar heeft hij het gedaan. Dat is heel makkelijk gezegd. Ergens heeft hij een keuze gemaakt, samen met de ander. En dit is de consequentie geweest. Vaak zien we dat mensen zichzelf soulmates noemen. Ze zoveel van elkaar houden, maar het zijn dezelfde mensen op het eind die elkaar vernietigen. Het is een keuze die gemaakt is tussen twee mensen, maar uiteindelijk bepaal jij als individu hoe je met problemen omgaat. Aan het eind van de dag mag het niet zo zijn dat je iemand anders de schuld geeft voor handelingen die jij pleegt. Je zal verantwoordelijkheid moeten nemen. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is minder praten, minder onnodig praten. Praten wanneer het je gevraagd wordt of wanneer mensen vragen naar hulp. Onnodig tekst en uitleg geven doe ik niet meer. Omdat ik weet dat ik veel meer werk heb aan mezelf. Ik ben nooit perfect, dus ik heb genoeg tijd en ruimte die ik kan besteden. En ik besteed het aan mezelf. Want wanneer ik mezelf ontwikkel, wanneer ik beter word, kan ik dat aan andere mensen schenken. En dat is het belangrijkste doel voor mij geworden. Als ik anderen wil inspireren, moet ik die inspiratie zijn. Als ik het beste wil halen uit anderen, moet ik het voorbeeld zijn. Ik moet het beste uit mezelf kunnen halen. En dat is het voornaamste doel. Na deze ervaring had ik besloten om nog meer mijn best te doen. Nog meer awareness te brengen. Nog meer inspiratie te brengen aan mensen. Want je weet maar nooit wie met wat zit. Je gaat niet iedereen kunnen helpen. Maar het belangrijkste is dat je jouw deel doet. En dat ik niet meer met excuses kom dat die of dat het druk heeft. Daarom heb ik dat niet kunnen doen. Als ik het wil doen, dan moet ik ervoor zorgen dat het gedaan wordt. En dat is en zal mijn bijdrage blijven zijn naar de samenleving. Inspiratie blijven geven. Inspiratie, awareness blijven brengen naar mensen. En ook een bijdrage leveren om het beste te halen uit mensen. Zodat zij weer een inspiratie kunnen zijn voor anderen. Zodat zij de kracht in zichzelf kunnen ontdekken. Want daar zit het uiteindelijk. Het begint bij jezelf. Ik ben Vishant Poeran. En dit is één van mijn levenservaringen.